Stichting Rechtop heeft vandaag samen met het Gilde een stadswandeling voor rolstoelers georganiseerd. Maar hoe kwamen ze op dit initiatief? Dit is een initiatief van een bewoner uit Deventer die ooit heeft gezegd van ik wil zo graag met ouderen wandelen van verzorgingstehuizen, want die zijn eenzaam of die komen bijna nooit meer buiten. En dit is denk ik 6 of 7 jaar geleden al ontstaan door iemand die normaal niet zo snel meer een baan krijgt en die heeft gezegd van ik wil graag wel wat blijven doen, ik wil meehoren bij de maatschappij. En die heeft dit geïnitieerd en nu 7 jaar later hebben we 2 verzorgingstehuizen en 4 wandelgroepen. Op maandag, woensdag en donderdag bij Sint Jurien en bij Grote en Voorste. Hoe vaak organiseert Rechtop deze rolstoelwandelingen? Het vindt wel elke week in de stad plaats voor de bewoners van Grote en Voorste. En het vindt ook, maar voor de bewoners van Sint Jurien is dit de eerste keer dat we met het Gilde een stadswandeling doen. En de bewoners verheugden zich er zo erg op. Dus die zijn super blij dat ze vandaag mee mogen doen. We hebben een busje geregeld zodat de bewoners van Sint Jurien naar de stad vervoerd werden. En dat doet ze dat over haar dat ze hier naartoe, dat ze naar de stad ging. Nou, Ik lachte gewoon van binnen. Ik dacht, dan kan ik eindelijk eens een keer de stad bekijken. Er zit zelfs 1 mevrouw bij die gewoon 4 jaar niet meer in de stad is geweest. Nou, dat vind ik zo bijzonder. Dat hoorde ik net pas. Ja, mooi. Ja, al jaren niet meer. Al dik 4 jaar niet meer. Maar waar verheugen de bewoners zich nou het meeste op? Het feit dat sommige bewoners gewoon al, ik weet niet hoe lang in de stad zijn geweest, die verheugen zich alleen al op al die mooie oude gebouwen en de geschiedenis die erachter zit. En ze hebben zelf geregeld dat ze ook wat later weer terug zijn, wat later bij het eten zijn. Maar dat maakt ze allemaal niks uit, anders aten ze wel wat later bij het verzorgingstehuis. Maar het mooie is dat ze zeggen dat ze altijd super, super blij zijn met Rechtop, die elke maandag, woensdag en donderdag met ze gaat wandelen. Met allemaal vrijwilligers die dus bij Rechtop aangesloten zijn. En als Rechtop er niet is, dan wordt er gewoon niet gewandeld. En ja, dat vind ik altijd wel heel bijzonder om te horen. Ja. Dit vind ik hartstikke goed. Ik hoop dat het er nog vaker gebeurt. Dat echt zulke wandelingen gedaan worden met de mensen. Want er zijn nog zoveel oude mensen die nergens komen. Nou, er zijn er net al 6 vrijwilligers en 6 bewoners van Grote en Voorste zijn al van start gegaan. Met met ook een stadsgids van het Gilde. En nu begint de volgende groep. Dit is de groep van Sint Jurien die ook met een stadsgids van het Gilde meegaat. En we komen elkaar onderweg tegen. Dus in totaal 12 bewoners en in totaal 12 vrijwilligers van Rechtop. Nee, ik wil nog wel even benadrukken dat Rechtop allemaal projecten doet wat voor maatschappelijk nuttig werk is. Dus alle initiatieven die door bewoners van Deventer zijn bedacht, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zijn ook nog eens een dubbel succes. Is ook nog eens dat het maatschappelijk nuttig is. We klussen bij mensen thuis die geen hoveniersbedrijf kunnen betalen, maar wel hun tandje opgeknapt willen hebben. We wandelen met senioren. We hebben nu sinds kort een klusteam dat we klusjes bij mensen thuis hebben die het ook niet zelf kunnen betalen. Dus we zijn altijd bezig met nieuwe initiatieven en te kijken wat maatschappelijk goed is voor de maatschappij. Daar staan we voor de bewoners in Deventer.